Dit is Café Olympique, een Olympische nieuwsbladpodcast. Dus geen woorden voor, zoals veel mensen dat zeggen. Echt wel heel, heel straf. Dat is vervelend in een podcast. Ja. Er stond geen rem op Remco. Dat was mijn woordspeling. Dat was die van vandaag. Ja, kunnen we misschien maandag nog in de krant zetten? Frank, ik geef het door aan de collega's. Remco Evenepoel. Ik ben Janco en dit is onze 9e aflevering van de dagelijkse Olympische podcast Café Olympique. Welkom. Of we nu nog 10, 12 of 30 medailles pakken, intenser dan het dubbele goud van Remco Evenepoel zullen ze niet meer worden. Ik ga het er vandaag over hebben met Frank Raas, de stem van een generatie. Dag Frank. Goedendag. En met collega Mark Vermeijden. Dag Mark. Dag Janco, dag Frank. Ik dacht overigens dat de stem van een generatie Bob Dylan was, maar Frank Raas is ook al niet slecht. Andere generatie. Ja, om dingen. Bill Medley heeft ook een heel mooie stem. Hè. Bill Medley van de Righteous Brothers. We zijn wat af. Het zal pas binnen enkele dagen zijn dat ik het echt ga beseffen, denk ik. Het is momenteel nog even de heat of the moment en ik moet alles echt op me laten afkomen. Maar het gaat zeker wel binnenkomen. Kan je eens vertellen hoe je die passages door Montmartre hebt ervaren vandaag? Ik was er zelf en het was echt een zottekot. Hoe heb jij dat ervaren? Exact hetzelfde. Het was echt, ik had het niet verwacht. En, ik dacht dat in de Tour al gek was, maar ik had toch het gevoel dat dit wel nog een stapje hoger was, een trapje hoger was. Dus dikke merci aan alle fans mochten zijn. Ja, dat zegengebaar, dat is geïntroduceerd door Shelton Tennisser, grootgemaakt door Djokovic en legendarisch gemaakt door Remco Evenepoel. Mag je dat zeggen? Dat is een mooie verwoording, ja. Remco Evenepoel, mannen, hoe straf was dit? Ja, we kunnen er nog wat superlatieven bovenop leggen, die zijn nu allemaal gebruikt, maar... Hij heeft eigenlijk gewoon iedereen aan flarden gereden. Hè. Dat deed hij eigenlijk ook al in de tijdrit. Maar nu, ja, dat is straf. En dan beschikt hij ook nog eens over een fantastische ploeg. Want ja, als er nu één man hem misschien, wie weet, op een fantastische dag gisteren had kunnen bedreigen, was dat Mathieu van der Poel. Uw favoriet een beetje, toch? Ja, ik ben fan van Van der Poel. Zo, ook, hè, een manier van zijn en zo. Maar er was natuurlijk wel het Van Aert, die hem twee keer gemelkorfd heeft. En ja, dan was het gedaan. Want ja, Van der Poel had ook niet de ploeg die Evenepoel had, want... Alleen Van Baarle. Maar eigenlijk was dat onder het niveau, want het is Benoot, Stuiven. Ja. En vooral Wout van Aert reed echt in dienst en ging iedere keer Van der Poel al in. En dan was het over en out. Maar dan nog was Evenepoel zo superieur. Gewoon alles uit het wiel rijden, hè, zoals Merckx dat ook wel kon. Gewoon hard rijden. Indurain, die kon dat soms ook zo gewoon. Indurain, die spurte. Ja. Indurain, die kwam niet uit het zadel bij een spurt. Hè. Dus dat was zodanig gewoon alles. Zo, die man was, die benen. Hij heeft het nog het langst volgehouden. Ja. En de Fransen halen dan zilver en brons. Was, mooi voor hen. Mooi, mooi, mooi. Maar goud. Ja. En ook Evenepoel beheerst ook de alle andere aspecten. Hè. De marketing, de media, hoe hij het ook dan vooraf op nagedacht. Die fiets naar boven. Dat heeft hij dus allemaal al vooraf geprojecteerd. Dat is, hij beheerst dat helemaal. Hè. Nee, hij moet zeggen, hij is zo veranderd, ook ontspannender geworden sinds dat winnen. Sinds die wereldtit in Australië, ronde van Spanje, twee jaar geleden of drie jaar geleden is dat nu ondertussen. Dat is een andere mens geworden. En ook dat verhaal van believers en onbelievers, dat mogen we nu al wel ergens in de kelder gaan wegsteken. Want, iedereen belieft. Iedereen weet nu wel hoe goed hij is en iedereen zegt dat ook eens. En als je natuurlijk eens een mindere dag hebt, dan mag dat even benoemd worden. Maar er is niemand, maar dan ook niemand nog, die nog twijfel of wat dan ook aan Evenepoel mogen blij zijn dat we hem hebben. Hè, want absoluut. Het is formidabel. Hè. Ja. Mark, ik las vandaag de reconstructie van collega Wim Vos in de krant. Online moet ik zeggen, want er was geen krant op zondag. Die klopte ook wel volledig. Sven van Toerenhout, die heeft ook wel sterk gewerkt, moeten we zeggen. Coach, bondscoach, whatever. Evenepoel was, zoals Frank zegt, zo sterk dat in welk scenario ook, tenzij extreme pech, hij toch zou gewonnen hebben. Hè. Ja. Bijna anderhalve minuut voorsprong. Dus ik denk dat het daar... Echt er nog aan hing. In het wiel dan nog. Hè, dan win je toch... En inderdaad, Hinault kon dat ook. Vanuit het zadel, ook massaspurten zelfs binnen vanuit het zadel... Dus hij zit in die categorie, zit hij dus ondertussen al op zijn 24e. En het is dus nog niet gedaan. Hè. Hij is volgens mij nu al de beste mannelijke Olympier die we ooit hebben gehad. Ik heb genoteerd, we hebben het gisteren over Navi Tiam gehad in de vrouwensport, dat hij Genijn zou kunnen overtreffen. Ja.
Ja, waar moeten we Remco Evenepoel gaan plaatsen dan? De strafste ooit, zegt je als man. Bij de mannelijke Olympiër. Als je op één spelen, twee gouden medailles had, die hebben ook twee kansen maar. Hè. Mm-hmm. Natuurlijk, mm-hmm. Want in gymnastiek, atletiek heb je veel meer zwemmen. Kansen. Ja. En zwemmen, ja, er zijn er zo nog een aantal. Ja, in boksen niet, hè. Dat is maar één kans. Mm-hmm. Om judo bijvoorbeeld, maar de grootste Olympiër aller tijden. Bij de mannen. Ja, ik ben een enorme voorstander van Ivo van Damme, hè, in 1976. Mm-hmm. Twee keer zilver, 21-jarige leeftijd. Ja. Gestorven hetzelfde jaar op 29 mm-hmm. december. En Ivo van Damme is 11 dagen ouder dan ik. Oh, okay. 11 dagen. Ja, ja. Dus ik bedoel, ik krijg er soms tranen van in mijn ogen. Yeah? Die zou nu ook, net als ik, 70 geweest zijn. Pas op, formidabele loper. Dus voor mij, ja, Remco ook natuurlijk. Want, hè, maar ja. Remco, dat zien we het hele jaar door. Fantastisch doen. Maar ja, in atletiek, je hebt ook nog Gaston Roelands, je hebt Robert van der Wallen. Er zijn nog straffe mannen wel. Dat zijn allemaal zeer straffe gasten. En atletiek is natuurlijk, zeker in de Olympische Spelen, een veel, veel grotere sport dan wielrennen. Wielrennen is eigenlijk alleen maar in Vlaanderen een A-sport. In de rest van de wereld is dat een C-sport. Dus dat argument dat Frank ook aanbrengt, kunnen we ook nog in de weegschaal leggen. Maar goed, mij deed het een beetje denken aan Justine Henin. Hij heeft een mythisch stukje Parijs veroverd, Roland Garros met name. En zelfs Jacques Brel, als het echt een beetje uitbreiden, die L'Olympia veroverd heeft, in Parijs aan zijn voeten heeft gekregen. Hij doet dat nu met Montmartre, eigenlijk twee keer. Dus geen woorden voor, zoals veel mensen dat zeggen. Echt wel heel, heel straf. Dat is vervelend in een podcast. Ja, en ook. Wout van Aert had ook nog brons gegund, maar dan valt hij op het einde. Dus, want hij heeft echt wel... schitterend werk geleverd. En absoluut, dat is ook straf. En, zo. En inderdaad, heel dat team rond. En ook een enorme perschef ook, blijkbaar. Persverantwoordelijk. De familie Vermeijden is in grote vorm deze spelen. Evenepoel had zelf ook nog even pech. Had een lekke band op dik 3 kilometer. Er stond geen rem op Remco. Dat was mijn woordspeling. Misschien maandag nog in de krant zetten, Frank. Ik geef het door aan de collega's. Geen rem op lekke Remco. Band. Hebben jullie er nog even voor gevreesd op dat moment? Of dachten jullie van, de voorsprong is ruim genoeg? Nee, hij had zo'n voorsprong. Daardoor was de wagen daar ook, want, ja. En dat wist hij zelf ook al. Maar natuurlijk, dat moet wel even paniek zijn op dat moment. Ja. Wij wisten meer dan hij. Hè? Ja, hij heeft geen oortjes ook. Nee, dus wij wisten zijn bonus. Dus, dat is een beetje zoals Van der Poel in Glasgow. Maar die viel, wat eigenlijk nog erger was. En zijn pedaal was dan een beetje kapot. Hè. Dat was ook wel super suspense. Hè. Mm-hmm. Maar dat maakte het nog straffer. Ja, nog straffer. Dus, straffer. Nee, nog meer superlatieve. Geen rem op. We zagen al op de verschillende krantwebsites dat Evenepoel frieten had na zijn zegen. Ja, dat is wereldnieuws. Hè. Maar het eerste dat hij had... mayonaise. Hè. Het eerste dat hij had, dat was toch iets anders. En dan mag collega Wim Vos even uitleggen. Ik denk dat we mogen stellen dat het nieuwsblad Remco Evenepoel op de dag van zijn historische tweede gouden medaille een beetje gered heeft. Eerlijkheidshalve niet gered tijdens de wedstrijd, maar wel, laat ons zeggen, een uurtje na de wedstrijd. Het is zo, Remco Evenepoel had allerlei verplichtingen eenmaal dat hij over de finish was gekomen. En ongeveer een uur, anderhalf uur na de wedstrijd is hij ook verplicht om een persconferentie te geven. Een persconferentie in een soort van aulaatje. 40, 50-tal Belgische en ook heel veel internationale journalisten. Nu, Evenepoel had tussen de aankomst en die persconferentie het zo druk gehad dat hij nog niks had kunnen eten. En dat zat hem duidelijk dwars. Dus een eerste vraag toen hij de zaal binnenkwam, nog voor de eigenlijke persconferentie eigenlijk, was dan ook of er iemand in de zaal iets te eten had voor hem. En ja, daar komt dan de rol van het nieuwsblad. Want zelf hanteer ik een beetje de regel van Luc Tuelings van Safety First. Altijd zorgen dat je iets voor de kleine honger bij hebt. Dus ik bood hem eerst een banaan aan, maar dat vond hij toch iets te gezond. Dan een grannykoek, dat vond hij al beter. Die mocht ik gooien. Hij stond op het punt van dat open te scheuren toen ik ook nog ergens in mijn rugzak een Snickers vond. En toen ik hem dat aanbood, ja, ik zou zeggen, hij was bijna even blij als met zijn medaille zelf. Dus ja, een klein beetje geschiedenis. Het eerste wat Remco Evenepoel gegeten heeft na zijn tweede gouden medaille in een week was een Snickers van het Nieuwsblad. Evenepoel die kreeg een 10 op 10 van Mark in zijn dagelijkse rapport. Ja. Hoe zat het met de andere Belgen? Tim Bries, een 8 op 10 voor zijn vierde plaats in het roeien. Dat is zeer straf. Ja, want... daar wilde collega Maarten Delvaux toch ook nog even iets over kwijt. Laten we in alle euforie rond Remco Evenepoel de prestatie van onze roeier Tim Bries niet vergeten.
hoe straf Tim heeft gepresteerd werd eigenlijk duidelijk in de mixzone achteraf. Tim is best een imposante gast, 1,90 meter, 82 kilogram, enorm gespierd. Maar dan komen zijn concurrenten langs, onder andere Oliver Zeidler, de Duitser die Olympisch kampioen werd. Allemaal gasten van meer dan 2 meter, meer dan 100 kilogram. Dat Bries erin geslaagd is om tussen al die zware gewichten en die reuzen in de finale te geraken, is straf. Dat hij dan ook nog eens vierde kan worden en een aantal van die ongelooflijke beren eigenlijk klopt, die veel groter en sterker zijn dan hem, is toch ook wel het vermelden waard. Toch straf, een Zeiler die wint in het roeien. Toch? Dat was mijn woordspeling van de dag. Een Duitser die heet Zeiler. Oké. Het is jammer dat hem niet valt, de Frank. Ja, die had wel serieus veel voorsprong. Maar, goed, Bries, Bries die komt ook uit de dubbels skull, zeker heet dat. Ja, lichtgewichten dan nog. Ja. In zijn discipline niet echt blijkbaar. Hè. Ja. Daar is hij een kleine jongen, blijkbaar licht, tegenover die licht, andere. Licht, ja. Nee, formidabele prestatie. We hebben nog wat vierde plaatsen. Maar laat. Eerst de punten van Mark. Ja. Roeien is volgens veel inspanningsfysiologen overigens de zwaarste sport die er is. Ja. Omdat die, ik heb ooit Jan Bourgeois, inspanningsfysioloog, daarover gehoord. En die zegt van wat de Borlees 45 seconden moeten doorstaan. Mm-hmm. Extreme verzuring, extreme pijn. Moeten die roeiers 4-5 minuten lang, 4-5 minuten lang minuten aan een stukje doorstaan. Ja. Hij zegt, normale mensen gaan daaraan dood, zegt hij. Aan die extreme waarden die moeten... Ja, dus die belasting van op het hele lichaam, uithouding, kracht. Tot en met. Hè. Dat is echt wat extreem. Wat die judokas in hun armen, we zijn nu heel hun lichaam. Ja. En ook dat is motorisch, want we hebben nog wel zo lemmelijn, geloof ik. Ja, maar die kan die balans dan niet goed houden. Ja. Maar dat is een heel smal bootje. En dus ja, dat is uithoudingsvermogen, dat is weerstand, dat is kracht, souplesse, dat is alles tegelijk. Hè. Dat is een enorm volledige atleten. Ja. Je ziet dat ook als die over de aankomst, over de streep komen, de helft braakt, de andere helft kan nog amper recht staan. Die worden soms letterlijk uit hun boot geholpen. Ja. Zo extreem diep gaan die. Recht staan is gevaarlijk. En dan lig je in het water. Dus aan de kant aan dan. De kant, maar die zijn helemaal op dat vlak is dat wellicht de zwaarste sport die er is. Ja, dus vandaar die vierde plaats. Normaal geef ik zijn de achter gereserveerd voor de bronzen medailles. Maar Zonder enige twijfel. Dikke acht zouden ze in komen eten. Leven team. De Belgian Waffles, om in het eten te blijven, de 4x400 meter mixed relay, kregen ook een 7,5 op 10 voor hun vierde plaats. Ja. We hadden bijna een medaille te pakken en toen was daar Femke Bol. Femke Bol, fenomenaal. Ja. Ondertussen heb ik dat al 10 keer teruggezien, die laatste 100 meter. En elke keer kippenvel overigens. Van 5 verschillende camerastandpunten, van 5 verschillende commentatoren in 5 verschillende talen. En die gaan allemaal compleet... Het is de ochtend van de flauwe woordspelingen. Compleet flauwe uit de bol. Beter. Zo mooi dat hij ook loopt. Hij blijft lopen alsof hij in het park aan het joggen is. Bambi wordt ze genoemd en ze loopt als een Bambi. Echt, ja. Echt eindeloze benen, 1,84 meter. Het perfecte lichaam voor een 400 meter loopster. En maar op, ze is voor, op het WK gevallen. Ja. Hetzelfde nummer. Ze was dat ook aan het doen. Mm-hmm. Maar ze miste een stap eigenlijk en ze viel. En dit is eigenlijk de revanche daarop. Hè. Ja, en ze is geleerd aan Ben Broeders, hebben een relatie. Ze hebben een huis gekocht in Arnhem. Ze hebben een relatie en ze hebben een huis gekocht in Arnhem. Gaan samen in Arnhem wonen, echt ja. Mooi, Ben Broeders. Ook gezocht, als hij een beetje in verhouding zou presteren. Want, Ben Broeders, dat is weer geblesseerd. Ja, en op grote kampioenschappen moeilijk, niet lukken met hem. Dus gesneuveld dat is, in de kwalificaties van het polstokspringen. Hij wordt gecoacht ook door de vader van Duplantis. Dus beter kan eigenlijk niet. Maar Femke, straf. Femke Bol. De Red Panthers die gaven Duitsland een bolwassing. 0-2 werd het daar. In de kwartfinale spelen ze nu morgen tegen Spanje. En dat is beter dan het onaantastbare Nederland, las ik, Mark. Beter Spanje treffen dan het onderhoud. Nederland zouden ze sowieso pas in de halve finale kunnen treffen, maar die ontlopen ze dus nu ook in die eventuele halve finale. En zeker die eerste helft van de Panthers, die was echt de beste eerste helft die ze waarschijnlijk ooit gespeeld hebben, tegen toch een topland als Duitsland. Dat is een taaie ploeg ook, bij die mannen zie je dat ook, die kunnen echt nog terugvechten als ze achter staan. Ja, ik vond het echt wel... Ik had enige scepties vooraf. Ik heb zelfs gewet met collega Maarten Delvaux voor een, laten we wel eens, een mars, dat zij het niet zouden halen. Een mars en snickers,
veel snoepreken in deze aflevering. Mars, even slak reclame. Geen Milky Way. Nee, het was een Mars. En hij stuurde mij gisteren ook een berichtje dat ik die waarschijnlijk ga kwijt zijn. En ik ga die met plezier ook gunnen aan hem. Ja, ze hadden een paar keer gefaald de voorbije, nu spreek ik al wel over een langere periode, 5, 6 jaar of 10 jaar zelfs in money time. Maar nu lijken ze echt wel klaar voor. En dan inderdaad een goed parcours. En ze ontlopen Nederland in de halve finale. Nog altijd onaantastbaar. Vermoedelijk onaantastbaar. Dus hou die maar in de gaten. Ja, het dressuurteam kreeg een 7,5 op 10 voor zijn vijfde plaats. Thomas de Tri, die is zesde na de derde dag in het golf, krijgt ervoor ook een 7,5 op 10. Oshin de Riu, een 7 op 10 voor haar uitschakeling in de kwartfinale van het boksen. Verbaasd, ja, Frank? Het zal wel zwaar onder, hè? Ik bedoel. Ja, maar ja, goed, je bent wel bij de beste 8 van de wereld. Ja, okay. Dus in die zin... Ja. Florine Jaspar haalde de halve finales van de 50 meter vrije slag. Werd daar wel uitgeschakeld, toch ook een 7 op 10. En was ook wel blij met de prestatie, zei ik. Heel leuk interview. Ja, dat heel leuk interview. Dat ze geplaatst was voor de halve finales, ja. Echt een zeer open, spontaan kind, 50 meter. Grap, hè. Inderdaad, ja, dat is wel gedaan. Alle Belgen hebben de halve finale gehaald. Dus alle Belgen hebben bij de beste 16 gestaan van de zwemmers. Ja. Dus individueel kan je daar weinig op aanmerken. Als je het wat breder trekt, dat hele Belgische zwemmen in aanmerking neemt, is dit niet genoeg. Er zijn denk ik een kleine 250 finale plaatsen te verdelen in het zwemmen. En er is geen enkele België die dat gehaald heeft. Dus nog eens geen verwijt ten aanzien van de 4 individuele atleten, maar ik denk dat er 50, 60 landen een finale plaats hebben gehaald in het zwemmen. En geen enkele België is daarbij. Dan heb je toch een probleem, denk ik, als België zwemland zijn. Moeten we iets gaan aanleggen? We zijn wat teruggevallen. Ja. Misschien moeten we hem vermijden naar de zwembond sturen. Hè? Ja, dat zou kunnen helpen. Ja. Delphine Mkansa en Rani Rozius werden uitgeschakeld in de halve finales van de 100 meter. 7 op 10. Sterker zou heel straf geweest zijn. Ja. En Ben Broeders, die wel een relatie heeft met Femke Bol, kreeg een 6 op 10. Die werd uitgeschakeld in de kwalificaties van het Polstokspring. Waar kijken we vandaag naar uit, mannen? Ja, waar kijken we naar uit? Het hockey bij de mannen. Ongelooflijk. Ja, het hockey bij de mannen. Basketbal bij de vrouwen. Lotte Kopecky. Lotte Kopecky, natuurlijk. Heel veel Belgen is het vandaag, om het met Pommelien Thijs te zeggen, erop of eronder. Pommelien, die kent de zaken wel. Hè. Ja, we gelen, Nina Terwaal in veel eerste instantie. Ook, hè. Ben al te veel om op te noemen. Ik zal het even overlopen. De Cats die spelen tegen Japan vandaag. Die wedstrijd zit erop tegen dat wij online komen. Maar voor hen is het ook belangrijk wat er later op de dag nog gebeurt. Pas dan zullen zij helemaal zeker kunnen zijn. Iets zullen weten. Ja, inderdaad. Om 12:30 zijn er de Belgian Lions tegen Spanje, zoals we al zeiden. Om 3:00 is er de toestelfinale van Glenn Kuilen op de ringen. Ja, dat is mijn vriend. Hè. Uw vriend, ja? Ja, ik vind dat geleerd aan Glenn Kuilen. Fantastisch manneke, die was vierde. Natuurlijk, jij moet even goed turnen aan de ring, minstens, wat dan moeilijk zal zijn, want hij is boven zichzelf uitgestegen. Maar als hij dat kan, en waarom zou een van die andere drie het net iets minder doen? Mm-hmm. Ja, ik geloof er wel in. Ja. En Nina ook wel. Ja. 20-4, haar finale op de brug met ongelijke leggers. Mm-hmm. Op weg naar nog straffer medaille dan Evenepoel. Als ze goud zou pakken, wel. Maar dat is wel, zo extreem en zo ver gezocht. Die Nemoer is zo straf, die Algerijns-Fransen. Dat is bijna niet te halen, denk ik. Maar goed, ik denk dat we het al eens gezegd hebben in de vorige podcast. Welke plaats zij ook haalt, het zal de mooiste plaats van dat niveau, mooiste medaille of mooiste zesde plaats zijn die we ooit hebben gehad. Gezien dat traject dat zij heeft moeten overwinnen. Echt formidabel al, tot nu. Dan gaan wij zo snel mogelijk duimen voor Derwal. Bedankt om hier alweer te zijn. Ik heb nog van alles te zeggen. Oh, je hebt nog van alles te zeggen, Frank. Natuurlijk, Sifan Hassan, dat is ook nog zo'n alleskunner bij de Nederlanders. Mm-hmm. Die gaat de 5, de 10 kilometer en de marathon proberen. Ja. De 1500 meter heeft ze dan toch noodgedwongen moeten laten vallen. Maar die won al 5 en 10 kilometer op de vorige spelen. Dat is formidabele madame. Ook is een beetje Femkebol-achtig. Ja. Ook is gevallen. Op een week tijd, Dat is fenomenaal atleten. Uit Ethiopië gekomen in 2008 en wat die voor elkaar wil brengen, het zal moeilijk zijn, hè, want de concurrentie op de 15 kilometer is enorm en dan nog eens de marathon gaan lopen. Dat is alleen Emil Zatopek heeft dat ooit gekund in 1952 zeker, 5, 10 en de marathon gewonnen. Gewonnen, hè. Straf. Dus niet zomaar meedoen, maar gewonnen, hè. En dus, wat heb ik hier nog allemaal? Ja, je boekje staat gisteren, 100 meter vanavond, bij de mannen. Bij de mannen, gisteren de vrouwen, waren zeer verrassend. Hoe heet ze? Alfred? Julian Alfred van Santa Lucia. Ja, dat heb ik gezien. Dat was een meisje van de Dominicaanse Republiek dat het hinkstap springen. Ja. En wat ook zeer opvallend bij de mannen turnoefening op de grondoefening, was een Filipijn. Dus
ja, België moet een beetje gaan bijbenen. Gelukkig hebben wij Remco Evenepoel, die gelukkig, de boel een inderdaad. Beetje in balans houdt. Ik vind het altijd moeilijk, die 100 meter, want bij voetbal, als je een minuutje te laat zet, ja, dan kun je nog wel de wedstrijd volgen. Bij de 100 meter is dat moeilijk. Heel dat moeilijk. Heel moeilijk, ja. Vanaf nu is het echt feest, van 's morgens tot 's avonds, ja. Zeg ik altijd. Ja. Ja, er is geen moment... We moeten niet stoppen, want het feest is al bezig. Het feest is al geen bezig. En, ik waar moet, iets buitengewoons gebeurt. Ja. Naar het voetbal gaan kijken alweer. Tegen mijn zin, met de spelen zijn bezig. Maar ja, is het voetbal ook? Ja, het is voetbal. Ik moet naar Antwerp-Anderlecht. Antwerp-Anderlecht en Westerlo, hè? Timmy Simons. Ik zal misschien een klein schermpje naast mijn laptop zetten om ook de andere sporten te volgen. Bedankt Mark, bedankt Frank om hier alweer te zijn. Bedankt ook aan Nathalie Delporte voor de productie en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. Uiteraard zijn we er morgen ook weer. Tot dan! Thank you.